Yes, dames en heren. Super leuk dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe update video. Als je wil, smash alvast op een duimpje omhoog. We gaan deze video gewoon proberen de 4000 likes te hitten. Hopelijk kunnen we dat redden. Abonneren kan hier beneden. En je kunt ons supporten in de itemshop met de code teveelvraagt. En de 5% veraankopen gaat onze kant op. Wie onze code ook heeft ingevuld, is Green Power. Oftewel Koen. Ik heb jullie code gebruikt voor deze vetste skin van deze chapter. Ga zo door met jullie video's. Jullie doen het goed. Hey, Green Power, oftewel Koen. Heel erg bedankt voor het compliment. En natuurlijk ook extreem bedankt dat je de Blaze outfit hebt gehaald met onze code. Inderdaad, de vetste skin op dit moment. In ieder geval dit seizoen. Misschien wel van allemaal. En op dit moment zit hij ook nog in de itemshop. Jullie zien het staan. De Blaze outfit. Hij is nog steeds te koop met de vette backbling. Ik heb hem natuurlijk direct gehaald. Zometeen zien jullie ook gameplay ervan. Het is ontzettend vet. Daarnaast zien we natuurlijk ook de andere dingetjes in de itemshop. Ook super tof. Je kunt onze code gebruiken. Je kunt iemand anders zijn code gebruiken. Maar vul een code in ieder geval in. Goed, laten we doorgaan naar het eerste topic. Ik heb best wel leuke dingetjes. Dus laten we direct gaan starten. En het eerste dingetje gaat over een best wel groot iets. Namelijk, de afgelopen tijd is er in de streamingwereld best wel veel gaande. Bijvoorbeeld dat Mixer is gesloten. En dat Ninja en Shroud allebei overal heen kunnen. En er is eergisteren weer iets vaags gebeurd. Namelijk Dr. Disrespect. Oftewel, een van de grootste streamers op Twitch. Die ook wel Fortnite in het verleden heeft gestreamd. Die is plotseling verbannen. En het aparte is dat er een nieuwe streaming service wordt gelanceerd. Namelijk Brime. En die volgt op Twitter hun alle drie. Dus het is misschien wel zo dat die drie allemaal gewoon overgaan naar Brime. Als het goed is, komt er vandaag meer informatie over Brime en over de streamers. Dus ik ben heel erg benieuwd welke informatie ze ons gaan geven. Maar dat het misschien wel gaat zijn dat Shroud, Ninja en Dr. Disrespect dus naar Brime gaan, die kans zit er dik in. Het zou natuurlijk ook kunnen dat het allemaal één grote conspiracy theory is en dat het allemaal niet klopt, maar het is allemaal wel heel erg toevallig. Trouwens, de reden waarom Dr. Disrespect is verbannen, dat weten we nog niet. Hopelijk vandaag ook meer info daarover. Of anders morgen eigenlijk. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit is gewoon eventjes een handig dingetje. Sterker nog, ik heb twee handige dingetjes. Allereerste is eventjes deze kaart. Jullie zien hier waar de meeste chests te vinden zijn. En het valt me op dat links onderin heel erg veel rode puntjes staan. Of rode cijfertjes. 31 kisten. Oh, 37 bij Catty Corner. 45 bij Misty Shadow. Wow, ik zie nu pas hoeveel je er daar kunt krijgen. Maar goed, als je dus naar Misty Shadows gaat, dat is eigenlijk de beste plek voor de meeste kisten. Maar ja, als je een beetje wil rondlopen, dan moet je denk ik links onderin gaan. Want daar zijn er ook wel veel. En voor de minste moet je denk ik links bovenin gaan. Daar is echt bijna niks te vinden, behalve Pleasant Park. Dan het volgende dingetje, en dat is deze tip. Namelijk het upgraden van een grijs wapen naar een groen wapen kost maar 30 materials. Dus ik dacht, een handige tip. Ik wist niet dat het zo goedkoop was, maar blijkbaar wel. Zeker weten handig om eventjes te doen wanneer je er toch langs komt en je hebt een grijs wapen vast. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit is eventjes wel een interessante tweet van Night News. Hij zegt hier, the 14 days of summer event should start relatively soon. We should see the V13.20 op woensdag 1 juli. We could even see the 14 days of summer event with it. Oké, dus dat is super nice om, als het in ieder geval gaat gebeuren. Namelijk, we krijgen inderdaad waarschijnlijk dinsdag of woensdag de 13.2 update. En hoe nice zal het zijn als dan ook direct de 14 days of summer gaat beginnen. Het is aan de ene kant ook al logisch, want Epic Games zelf is ook op vakantie. Die heeft namelijk een soort van break dan. Dus het lijkt me logisch dat ze dat gaan doen. Dat we gratis items gaan krijgen. Dat we natuurlijk challenges gaan krijgen die 2 weken. Lijkt me super tof. Die 2 weken krijgen we dan jammer genoeg niet nog een update. Maar ik denk die week daarop dan weer wel. Want dan is Epic Games ook weer terug. Maar goed, kans bestaat dus dat de 14 Days of Summer zeer snel gaat beginnen. Can't wait for that. Laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit gaat er eventjes over dat de PlayStation Plus pack waarschijnlijk zeer binnenkort eruit zal worden gehaald. Dus wil je hem nog halen? Op dit moment is hij nog volgens mij te koop als je een PlayStation Plus abonnement hebt. Dus dan weet je dat. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit gaat eventjes over een nieuw evenement wat eraan gaat komen, namelijk die 4th of July. Night News die heeft die getweet. Die Star Spangled Headhunter just released in the Saved World item shop. As we know, this is a 4th of July skin, so it's probably hinting
towards the return of the 4th of July event items coming soon. Oké, dat is super nice om te zien. Waarschijnlijk hint inderdaad de Saved World item shop naar een event in de Battle Royale. Namelijk, we hebben het volgens mij vorig jaar wel gehad en het jaar daarvoor ook. Namelijk die 4th of July, dat is zeg maar in Amerika een soort van... feestdag. Een feestdag. Het is gewoon een feestdag in Amerika. De 4th of July. De 4e van juli. Dus dan zal waarschijnlijk ook weer de itemshop vol zitten met skins. Waarschijnlijk krijgen we een gratis item. Daar hoop ik wel een klein beetje op. En wie weet nog meer. Maar goed, er komen dus dingetjes aan als het goed is. Op de 4e van juli. Goed, laten we doorgaan naar het allerlaatste dingetje. En dit is eventjes iets leuks. Namelijk gameplay van... natuurlijk Aquaman. Ik zei laatst Aquaman en ja, dat was inderdaad verkeerd. Aquaman is het volgens mij. In ieder geval, er is gameplay van Skin Tracker. Die heeft gewoon het voor elkaar gekregen om Aquaman in de game te krijgen. Laten we eventjes een klein stukje kijken. Daarna ook nog gameplay van 2v2 Boxfight. Die wil je zeker weten niet missen. Ik ga wel vast eventjes de afsluiter doen. Voor mij in ieder geval. Vonden jullie deze video super tof? Smash dan eventjes op het duimpje omhoog. Dat zou heel erg gewaardeerd worden. We gaan dus voor de superveel likes, wat ik in het begin zei, ik weet het niet meer. Volgens mij 4000. Zou super nice zijn als we dat kunnen redden. Abonneren kan hier beneden natuurlijk. En stak de vraag als je bijvoorbeeld de Blaze King gaat halen. Zou ook super nice zijn. Stuur je bewijsje op naar onze Instagram. @tevulgevraagd. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Peace out.